Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog vanuit Bali. Ik heb een paar dagen niet gevlogd. Hoi! Oké, ik denk dat ze dat hier nog niet kennen, vloggen. Nou, in ieder geval, ik heb een paar dagen, of eigenlijk bijna 2 weken niet gevlogd. Ik zat in het surfhouse en eigenlijk deed ik daar gewoon elke dag surfen. En daarna ging je yoga, eten en uitgaan. En ik had ook niet zo heel veel tijd en zin om te vloggen, dus dat heb ik even niet gedaan. Gisteren is Demi aangekomen, dus ik dacht, nu is het wel weer leuk om leuke hotspots te gaan filmen, mooie plekjes hier. En ik ben ook een paar dagen best wel ziek geweest, dus ik had ook niet echt de energie om te vloggen. Maar nu vind ik het weer tijd om te beginnen. Dus ik neem jullie mee hier op Bali, want het is hier echt super leuk. Echt, het is zo leuk hier. Ik ben hier nu 10 dagen in Canggu geweest en ik kan ook echt niet wachten totdat ik andere plekken van Bali ga zien. We gaan nu naar de eerste hotspot toe en het heet Do Darling. Het is eindelijk tijd voor ontbijt. Donuts! Zo lekker. We hebben er ook 4 gekozen, want we konden niet kiezen. Is het lekker? Ja. Lijkt me echt een hele gekke combinatie. Deze met ei en pesto, Oreo, karamelzeezout en met zalm. Enjoy! We hebben net ontbeten en het was echt super lekker. Echt een aanrader om heen te gaan als je hier in Bali bent. Misschien niet als ontbijt, maar als het je niet uitmaakt, als je gewoon niet als ontbijt hebt, dan moet je het gewoon doen. Ja, we zijn nu naar Potato Head gegaan, dat is een beachclub. Echt heel fancy. En nu zitten we in een infinity pool. We hebben een drankje besteld. Aan de poolbar. Alweer de volgende dag. We gaan vandaag eventjes ontbijten bij Café Organic. En daarna pakken we onze spullen en gaan we weg uit Seminyak. En gaan we naar, hoe heet het nou? Chimbaron of zo, toch? Ja. We hebben daar echt een vet luxe resort geboekt. We doen net alsof we rijk zijn, zijn we helemaal niet. Maar voor 1 nachtje kan het wel. Dus we gaan nu naar Café Organic. En daarna chillen. Want ik voel me weer ziek. Dus ik ga lekker helemaal niks doen vandaag. En ik durf eindelijk scooter te rijden. Ik ben een beetje gewend aan hoe ze hier in Bali rijden. Durf je achterop? Ja, na gisteren durf ik het wel. Yes! Groot. We hebben een plattegrond gekregen en je hebt hier van die golfkarretjes en allemaal van die andere soort treintjes om over het resort heen te gaan. Ik heb echt nog nooit zo'n groot en mooi resort als hier gezien. We zitten nu bij het zwembad, maar helaas zonnetjes weg met ook een dikke regenbui. Dat is Bali. Ik heb eigenlijk nog helemaal niet gezien hoe het er daaruit ziet. Ik ga daar nu heen lopen. Ga je mee? Ja. Thank you.
het is vandaag alweer de volgende dag. We kunnen nog een paar uurtjes genieten hier in het resort. En we hebben dit keer een ander zwembad gevonden. Wauw, het is zo cool. We hebben net even een fotoshoot hier gedaan. Oh, volgens mij ben ik ook belicht. Volgens mij is het nu beter. Ik zal het even laten zien. Het is echt zo bizar mooi. Even het zwembad. Infinity pool. Infinity pool. We gaan nog anderhalf uur chillen. En dan gaan we door naar Padang Padang. Padang Padang. En dat zit onderin Bali. En als het goed is heb je daar allemaal witte stranden. Tenminste, dat hoop ik. Daar gaan we voor. Daar gaan we voor, ja. Dat ik niet echt gevlogd heb hier in Uluwatu. Gisteren regende het best wel veel en ik voelde me nog steeds niet heel goed. Nu gaat het wel weer een beetje. Ik ben nu denk ik bijna 2 weken ziek. We hebben hier dus een scooter gehuurd. Want het is echt een aanrader om hier een scooter te hebben. Alles ligt best wel ver uit elkaar. En je hebt echt super veel mooie plekjes. Stranden waar je vanaf enorme trappen naar beneden moet. En je hebt hier ook allemaal leuke tentjes. En nu gaan we met de Uber gaan we richting Ubud. En dan gaan we de rijstvelden natuurlijk bekijken. Monkey Forest misschien, als we tijd hebben. De vulkaan beklimmen. En ik wil een keer een waterval zien. Ik ga sowieso nog een blog schrijven hier over Bali en de hotspots. Dat is misschien wat makkelijker dan dat ik het hier allemaal opratel. En dat ga ik doen als ik in het vliegtuig zit. Want ik vind het zonde om hier achter mijn laptop te zitten. Nou, ik ga in ieder geval nu naar beneden. Want Demi is op me aan het wachten. En de schoonmaker belde al aan dat ze wilde schoonmaken. Dus ik zie jullie later. Good morning, Ubud. We hebben net een scootertje gehuurd. En daarmee gaan we naar de waterval en de rijstvelden toe. Om die te bekijken. We wilden eigenlijk hier 2,5 dag blijven, maar we hebben net besloten dat we morgen naar de Gili's gaan. Want we willen gewoon even zonnen en liggen en lui doen. Want ze hebben nu best wel een week best wel chaotisch van het ene plekje naar het andere plekje en van alles zien. En we hebben nog niet eens op het strand gelegen. Dus morgen gaan we naar Gili Tea. Want daar heb je de meeste feestjes en we zijn ook even toe aan een feestje. We gaan eerst naar de waterval, want we hopen dat daar nog niet zoveel mensen zijn. Dus ik neem jullie mee, want ik ga vandaag weer een dagje vloggen. Demi zat me echt aan te kijken en ze kijkt 2 seconden niet en ze ziet me niet meer. En ik was helemaal mee daarheen gestuurd en toen kwam ik er niet meer uit. Nu bloed ik. Ze zeiden trouwens dat dit een minder toeristische waterval was. Mm-hmm. Ja, ja. Aangekomen en we zitten nu in zo'n paardenwagen. Je had eigenlijk niet zoveel keus. Volgens mij moet je of lopen of met de fiets of in zo'n wagen. Als je me een beetje kent, weet je dat ik het zielig vind. Maar goed. Oeh! We lopen er bijna. Ja. Beesten slaan elke keer op hol. Bij ons huisje en het bed is echt bizar groot. Ik weet niet of we er nou zo moeten slapen.
Zo. Zo denk ik, ja. Ik denk dat je er niet bij past. Oh, het is te klein. Dit is toch niet normaal? Dit heb ik echt nog nooit gezien. Nou, we leven weer na een avondje stappen. We zijn gisteren naar de Full Moon Party geweest. En we waren thuis, 5 uur of zo. Zo. En vooral. Ja, nou, het is nu 2:30. Demi is nu aan het ontbijten met taart. Maar die gaan we natuurlijk niet laten zien, want die zijn al op. En ik heb nu een lentil salad met avocado. Zo ben ik minder brak. Undercover. Ja. Morgen meer taartjes als ontbijt. Ja. Vanavond weer op stap. We gaan vanavond bier pongen. En jij gaat verliezen. Louise heeft het nog nooit gedaan, dus jij gaat sowieso verliezen. Oké, dit wordt lastig. Je kan hier amper fietsen. Er zijn echt hele slechte wegen, maar ik ga gewoon proberen te vloggen. Dus als ik val, staat het in ieder geval vast. We gaan nu dus ons ondergang bekijken. En ik denk dat je dat wel kent bij de Geely Station, altijd van die schommels. Dus daar willen we heen. Daar zijn we nu naar op zoek. We gingen vanmiddag, wilden we eigenlijk gaan chillen, maar toen kwamen dus jongens tegen die we kenden. En toen zijn we daarmee gaan snorkelen met van die grote waterschildpadden en bij het koraal. Was echt super leuk om te doen. En daarna hebben we nog even bij het zwembad gechilled. Echt. Ik vind het echt heerlijk hier. Even lekker. Oké, wacht. Multitasking. Wie zegt dat vrouwen dat kunnen? Maar in ieder geval. En dan hebben we nog even bij het zwembad gechilled. En nu willen we eventjes wat foto's maken. Even wat content schieten. En een zonsondergang bekijken. Want dat willen we al een week lang. En elke keer zijn we te laat. Hier hadden we gisteren ons feestje. En we hebben de schommel gevonden. Dus gaan we zo even een fotootje maken. Dat was wel grappig. Gisteravond, toen wouden we weg. Maar je krijgt hier dus fietsen zonder slot. En toen was Demi haar fiets kwijt, die was weg. Wat heb je toen gedaan? Precies dezelfde fiets meegenomen. Alleen was ze niet van mij. Nee, van een ander hotel. Dus sorry voor iemand anders die nu geen fiets meer heeft. Maar ja, wij hadden er ook geen twee meer. Nee, en we kunnen niet achterop. Nee, en toen gingen we dus terug fietsen. Maar je hebt hier dus niet echt wegen. En alles gaat door de middle of nowhere, door een vuilnisbelt heen. Het is gewoon een modderweggetje. Dus eerst viel ik er bijna vanaf, omdat ik tegen een enorme vuilnishoop aanreed. Want je ziet hier dus gewoon echt niks. En toen konden we het hotel niet meer vinden. En toen hebben we alleen maar rondjes gefietst. En toen eindelijk, ik weet niet hoe lang we erover gedaan hebben. Echt heel lang. Toch, oké, dit ga ik nooit meer vinden, want mijn telefoon viel ook nog eens uit. Toen hebben we het eindelijk gevonden. Maar vanavond gaan we bierpongen. Ik heb dat nog nooit gedaan. En we hebben een weddenschap. Heb ik dit niet al verteld? Nee, niet van de weddenschap. We hebben er een weddenschap op gezet. Of wel, in dat café? Ja, volgens mij heb ik het wel al verteld. Wel. Nou, in ieder geval, we gaan vanavond bierpongen. En ik hoop niet dat ik ga verliezen.